3, 2, 1. Hallo. Ik sta hier op het Max Eeuwplein. Ik ben hier omdat uit research is gebleken dat mannen niet als eerst naar de mooie ogen of leuke lach kijken, maar naar de borst en de middel. Ik ben benieuwd wat voor ervaring Amsterdam hiermee heeft. Ik ga op onderzoek. Uit onderzoek is gebleken dat mannen als eerste naar de borsten en de middel kijken. Heb je hier ervaring mee? Ja, ja? Ja, absoluut. Ik kijk eerst naar de borsten en dan kijk ik naar het middel. En dan, als ze dan omdraait, kijk ik ook nog even naar de kontje. Nee. Ja, dat ga ik toch niet zeggen. Nee. Nee, ik kijk naar het gezicht. Nee, niet te veel. Nou ja, heel soms. I suppose I haven't ever really noticed that, to be honest. Not that I have really any boobs that people can look at. No, it's not always true. Sometimes it's true, but no. Ja, maar ik ben niet iemand die gelijk naar de borsten kijkt. Ik denk dat ik eerst naar de kont kijk en dan naar het gezicht. En dan als derde naar de borsten. Ik ben niet iemand die dat heel belangrijk vindt. I think for them it's very important. I don't know why, but I suppose it's something to do with them being... They have a connection with when they were babies and they were, I don't know, fed by their mothers. No, I look more on the face than first on the breast. Nee, nou, ik ga toch niet zeggen dat ik nooit naar borsten kijk. I think they more tend to look at women's bottom. Sometimes I do, but sometimes I don't. En het is ook gebleken dat vrouwen naar de kruis van de man kijkt. Wat denk jij hierover? Ik denk dat het wel een beetje waar is, maar ik denk dat 50% van de vrouwen dat doet. Not particularly. I mean, maybe if you're really interested in them. Ik denk dat jongens toch wel allemaal heel verschillende broeken aan hebben. It's true that if the man has a really big thing, then it's easier that you will notice it and your eyes will go directly to that place. And then your imagination goes and well. Is niet helemaal waar bij mij. Nee. Misschien omdat ik wat oud ben. No. No? No, sometimes maybe, but not that often. Ja, heb ik wel eens meegemaakt. Dat doe ik echt heel weinig, maar... Je doet het wel? Ja. Voelde u dan ongemakkelijk, of...? De manier waarop dat ging wel, ja. Ja? Ja. Yeah, sometimes. I just wonder if my zipper is open or whatever. Yeah. Nee, ik vind het wel leuk. Vind het leuk? Ja. En andersom merk je het wel natuurlijk. En voel je je ongemakkelijk als de jongens dan naar je borst of je middel kijkt? Nee, helemaal niet. Het is eigenlijk best wel vlijend. I don't like it very much. Waar kijkt u eigenlijk naar als u voor het eerst een leuke man ziet? Gewoon naar het gezicht. Alleen het gezicht? Het gezicht, ja. En of hij niet te klein is. Ja, een stem kan ik absoluut helemaal op afknappen van iemand. Waarom? Nou, een stem moet je aanspreken. En als dat het niet doet, dan... ik denk als een man, die krijgt meteen een slappe. Nou, ik word ook helemaal niet goed. Het is duidelijk. Iedereen doet het. Al wordt niet altijd toegegeven. En wat we ook hebben ontdekt, is dat Bill wel meetelt. En natuurlijk de prachtige stem.